Morning YouTube! Yo, hartstikke welkom bij Team Dief. Ik ben Delietenel, oftewel Jeff. En vandaag, ja, heb ik voor jullie eindelijk weer een gameplay. Hoe is het gekomen? Waarom heeft het allemaal weer zo lang geduurd? Nou, dat komt gewoon als je me Twitter volgt. Dan heb je het ook al in de gaten gehad. Ik heb mijn computer helemaal opnieuw moeten installeren. En ja, dat gaat gewoon wat tijd in zitten, weet je. Ik moest een film afmaken van mijn schoonouders. Daar ben ik 32 uur mee bezig geweest. Om die film te maken, dus dat duurde allemaal nog wel even. En ja, daar gaat toch een hoop tijd in zitten, snap je? En dat is natuurlijk wel heel erg vervelend. Maar goed, het is nu wel gewoon goed, want ik ben gewoon, zoals jullie van mij gewend zijn, ben ik gewoon altijd bezig om gewoon de kwaliteit goed te krijgen en weet ik het allemaal. Ik ben altijd een klote. En ja, dat is voor je per se natuurlijk ook niet altijd even goed. Maar goed, ik had toen op een gegeven moment veel problemen ermee. En toen moest hij gewoon even leeg. Lekker een nieuwe frisse start, weet je wel. En dan ja, gaat het gewoon een stuk beter. Maar goed, het is nu eindelijk weer voor elkaar. Het doet het. Gisteravond ben ik tot 5:30 bezig geweest, 's morgens. Dus de hele nacht doorgegaan om alles weer te installeren. Want ik wil hem op tijd klaar hebben. Omdat morgen de nieuwe map pack uitkomt. En die wil ik meteen gaan spelen voor jullie. En meteen wil ik dat uploaden. Nou ja, misschien hebben jullie wel zoiets van, Jeff, wij zijn vrij, weet je? Laat het dan even weten in de reacties als je vrij bent. Want dan ga ik ze gewoon live streamen. Dan zie je het meteen, weet je? Toma kills alles, jongen. Deze gameplays van gisteravond rond 1 uur of 2 nog even heb ik gegamed. En vanaf 2 tot 1 uur of 6 ben ik bezig geweest met mijn pc. Maar goed, deze gameplay, ik denk, nou weet je wat, is wel leuk. Jullie vinden dat wel lach als je... als ik met die Tomahawk loop te kloten, de Combat X heet het hier natuurlijk. En ja, ik moet zeggen, ik word er steeds beter in. Ik ben er al een beetje pro in aan het worden, weet je. En er zitten af en toe, faal ik er wel mee natuurlijk, maar ja goed. Maar af en toe zitten er ook wel hele vette, hele vette kills mee. Kills bij bedoel ik, jeetje. Nee, maar goed. Ja, dus dat is gewoon een gameplay van gisteravond. Ik heb hem even uit mijn theater gehaald, omdat ik bezig was ondertussen om mijn computer leeg te halen. Dus het is iets anders. Je ziet ook aan het einde zie je ook niet mijn score volgens mij. Ik eindigde hier al 28 om 20. Dus ja, ik heb best wel veel dood even goed. Maar ja goed, kijk deze. Kick, bam. Leggen, strekken, klaar. In je botte hasses, jongen. Hier gaan ze me meteen stummen. What the fuck is dat dan? En dan word ik gekilled. Ja, kom maar. Heel goed. Dus... Nou, maar goed, het is wel een heel leuke gameplay om naar te kijken, vond ik zo. En ik denk, nou weet je wat, ik haal hem er lekker uit en dan kunnen jullie, kunnen jullie daarvan genieten. Want ik baalde er gisteravond een beetje van dat ik hem gewoon niet kon opnemen. En dat vond ik wel heel erg jammer. Maar goed, dus vandaar is hij uit mijn theater vandaan. Ik moest eerst even kijken hoe dat allemaal werkte. Want ja, uit mijn theater vandaan dat, ja, ik gebruik het eigenlijk weinig. Tenminste weinig, zeg maar gerust nooit. Ik wil mijn theater nog wel eens gaan gebruiken, dat was meer op MW3. En dat was dan natuurlijk voor mijn trollvideo's, wat ik hier liep te doen, weet ik. Ik was er nu wel lekker bij. Ik zat een beetje te twijfelen. Zou ik die ene gewoon even neerknallen en dan doorlopen of zo? Ja, dan kwam die andere er ook alweer aan. Ik had zoiets van, nou ja, ik weet het niet. Ik liep op de klo, die ga ik nog een paar keer dood. Heel zuur. Maar goed. Dus ja, daarom duurde het eigenlijk allemaal eventjes dat er eindelijk weer zo'n upload kwam. Oh ja, dat was ik natuurlijk aan het vertellen. Dus als jullie vrij zijn, laat het alsjeblieft even weten in de reacties. Zeg dan gewoon, Jeff, we willen een livestream. Laat me dan op tijd weten, want dan kan ik het allemaal in orde gaan maken, zodat ik morgen kan livestreamen. Want ik heb wel het programma gedownload. Nog niet geïnstalleerd. Ja, wel geïnstalleerd ook, maar dan moet ik nog allemaal die bewerkingen doen, weet je, zodat je wel kan livestreamen. Maar goed. Ik moet ook even kijken of het op Twitch gaat dan, of dat we het doen op YouTube. Op YouTube. Want dat weet ik niet, want Twitch die faalde de laatste tijd ook heel erg. Ik zit ook nog steeds te wachten op mijn partnership. Tenminste niet op mijn partnership, maar dat ik eigenlijk eens een keer antwoord krijg van... Goh, nu kan je eindelijk eens een keer in 27p streamen. Ja, want daar zit echt al een paar maanden op te wachten. En nou heb ik laatst ook weer een mailtje gestuurd. En in dat mailtje stond ook gewoon van, ik kreeg een mailtje terug. Ja, het kan 6 tot 8 weken duren. Nou, volgens mij zijn we al een keer zover. En ja, het moet toch één deze dagen, moet het toch volgens mij wel eens een keertje klaar zijn. Dat het eindelijk een keer kan. Maar goed. Het is gewoon even afwachten, want ik kan er niks mee. En dat is wel heel erg zuur natuurlijk.
Ik ga ook van de week, misschien dat ik dat vanavond even ga doen, wil ik nog even een trollvideo gaan maken. En, oh, dat is een ram, ik weer met mijn stoel tegen die tafel aan. Ik hoop niet dat jullie er te veel last van hadden. Oh ja, dit was ook weer zoiets. Ik zeg tegen de jongens, wacht even, ik ga even opnemen. En wat doen ze dan? Gaan ze me constant lopen in feiten. Nou, waarom doen ze dat nou? Dan komen ze ook even op YouTube. Dus ik zal je ook even je naam noemen. Viper, je bent dit keer op YouTube je naam. Dus daar hebben we even een geintje natuurlijk. Ik ga ook even een trollvideo maken dan gewoon op MW3. En ja, ik weet nog niet wat ik precies ga doen. Ik denk dat ik maar een beetje achteraan ga lopen. En even kunnen laten zien hoe slim sommige mensen zijn. Laatste tijd, of tenminste de laatste keer zo'n beetje, hadden we toen de, hoe heet dat gedaan, BoxLol. En ja, dan is het gewoon met die blistertest en ram je ze mee voor een hasses. En dat was ook wel erg grappig om te doen. Maar ja, om dat nog eens een keer te doen, weet je, dat is ook weer een beetje, dat je zegt van, mwah. Dus we gaan even kijken wat we dit keer gaan doen. Misschien dat ik ook wel met een Combat X of met een, hoe heet dat nou? ik moest even denken. Iedere keer zeg ik het verkeerd en dan zei ik het goed en dan wist ik het andere niet meer. Maar goed, met een throwing knife gaan lopen kloten of zo. Ik weet het niet. Faal. Maar goed. Dus ja, dat kunnen jullie natuurlijk van mij verwachten. Ook wat jullie kunnen verwachten is dat ik met Codina0C5 ga ik een serie starten. En dat is de co-op missie op Black Ops. Nee, niet op Black Ops, je hebt op Battlefield. Het is nog heel even afwachten, want hij is bezig met zijn computer. Hij krijgt iets niet voor elkaar met zijn tweede scherm eigenlijk. Zijn gameplay kan hij weer niet, weet ik veel wat. En dan is hij weer wat mee en dan staat er van, je hebt geen signaal ofzo. Nou, ik zeg, je moet die drivers maar even installeren. En waarschijnlijk is hij dan opgelost. Want volgens mij heb je die drivers ook niet geïnstalleerd. Hij was net nog even bij me, dus toen had ik het nog even over. Maar als dat voor elkaar is, dan gaan we het vanavond... gaan we dat opnemen, dan kan je hem denk ik morgen of overmorgen kan je hem wel verwachten. Dus dan weten jullie dat ook weer eventjes, hoe of wat natuurlijk. Zo, nou, ik hoop niet dat jullie te veel last van hebben gehad. Maar goed, ik kreeg een melding. Ik ben nu ondertussen bezig om de PC te uploaden. Of te updaten, zo'n backup de CD aan het maken. Ik zit nou ondertussen al weer op de 8 DVD's. Ik ben er allemaal gek van. Blijf van die DVD's wisselen. Ik denk, nou weet je wat, ik daal hem er even in. En dan zal ik even gauw die commentary maken voor jullie. Maar dan krijg je meteen weer zo'n melding in beeld. U moet de disk verwijderen en een nieuwe erin doen. De bla 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 bla. Heel lul verhaal. Oké. Weet je, dus dat moet ik ook maar even doen. Maar goed. Ik hoop niet dat jullie daar te veel last van hebben gehad. Ik denk het niet. Maar goed. Hijjacket, ja, ik vind het nog steeds een hele leuke map. Zoals je ziet ook. Ik sta ook niet stil eigenlijk. Ik ben alleen maar bezig en alleen maar aan het rennen. En ja, dat is heel goed op deze map. Dat is gewoon heel goed te doen. Er zijn bepaalde mappen die, ja, nodigen daar niet echt voor uit om echt te gaan rusten. Want dat komt gewoon omdat ik te veel van die campspots heb en zo. Maar goed, we zullen gewoon zien, weet je, voor de volgende keer. Als vanmorgen dan, als die nieuwe map pack uit is. Ik heb er wel heel veel zin in. Ik vind het ook heel vet. Het ziet er in ieder geval heel vet uit, weet je, die mappen. En ja... De vorige keer vond ik het ook op zich wel, ik zeg, nou, het ziet er wel mooi uit, maar echt speelbaar zijn ze, ja, niet altijd. En dat komt eigenlijk gewoon door de mensen die verpesten. Mensen zitten te headklit kutten daar en alles. En ja, ik heb zoiets van, ga gewoon lekker spelen, ga gewoon lekker rachen. Natuurlijk moet je een beetje slim spelen, en natuurlijk kan je even ergens omheen rennen, en natuurlijk kan je heel even wachten. Totdat die enemy er nou eens een keertje is, weet je. Maar ga dan niet de hele potje lang ergens zitten kloten. Want ja, dat schiet natuurlijk ook niet op. Het is ook helemaal niet leuk om te spelen zo. Ik vind het wel leuker, weet je. Als je kills maakt en je rent gewoon door en je pakt even 3 kills mee. En de 4 keer ga je dood. En dan ja, weet je, dat vind ik vet. Maar of je nou 4 kills maakt en je zit stil in een hoekje en daarna ga je dood. Jongen, wat een neur. Ja, toch. Niet dan. Ja, dat vind ik wel, weet je, persoonlijk. Maar goed, het is gewoon heel erg jammer. En je kan ook merken dat het gewoon vakantieperiode is. Hun ouders, of tenminste hun ouders, die hebben hun vakantiegeld binnen. En die hebben voor hun zoontje of dochter, meestal is het een zoontje, hebben ze dan een game gekocht. En dat is meestal dan een COD game. En dat is natuurlijk heel erg jammer. Nou, wat gaan ze doen? Ze kennen de game niet, ze kennen de mappen niet en zo. Dus, dan gaan ze maar zitten. Check, paf, ditje. En ja... Dan gaan ze dan een beetje lopen etteren, weet je wel. Dan gaan ze in een hoekje zitten, want dan hopen ze om zo een hoog killstreak te halen. Terwijl het eigenlijk helemaal niet werkt. Heel af en toe zie je het nog wel eens
Dat je iemand gewoon hebt die een hoge killstreak hebt met campen. Maar over het algemeen gezien, als je zit te campen, dan maak je 2 kills misschien en de derde keer ben je gewoon dood. Weet je, en ik heb zoiets zonde van je tijd, weet je, en gewoon zonde van je geld. Je moet gewoon lekker rondrennen door die hele map heen, want dan hou je, ja. Weet je, daar betaal je voor en niet voor een heel klein stukje, toch? Oké, okay. Nou, de gameplay zit er alweer bijna op. Jongens, bedankt voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet even een duimpje omhoog te doen. Ben je nog geen abonnee? Abonneer dan nog eventjes. Volg mij ook op Twitter. Tot later. Ciao.